Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik je laten zien hoe je zelf heel snel en gemakkelijk het Lush Cupcake Masker kan maken. Natuurlijk heb je daar wel een aantal spulletjes voor nodig, dus die ga ik je eerst even laten zien. Voor dit masker heb je nodig cacao, honing, glycerine, een basis kleimasker, vanille-extract, muntolie, een bakje, een lepel en nog een afsluitbaar bakje. Doe 2 theelepels cacao in het bakje. Voeg hier dan 2 theelepels kleimasker bij. Dit is trouwens een basis kleimasker. Probeer iets zonder geurtje te vinden. Dan nog een klein beetje honing, ongeveer een halve theelepel. Een klein scheutje vanille-extract. 2 druppeltjes muntolie. Probeer echt niet te veel, want dan gaat het meer een muntmasker worden dan een chocolademasker. En dan glycerine. En hier moet je eventjes goed bij kijken hoeveel je nodig hebt. Dit ligt namelijk aan de substantie van het kleimasker en van de cacao. Dus begin met een klein beetje en voeg er telkens een klein beetje aan toe totdat je de gewenste structuur hebt. En zo hoort je maskertje er dan uit te zien. Het is een beetje de dikte van een cakebeslag. Doe dan het maskertje in het afsluitbare bakje en je bent klaar. Het masker is heerlijk zacht en verzorgend en dankzij de klei ook nog eens zuiverend. Dus echt geschikt voor alle huidtypen. En dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Laat me het zeker even weten als je hem ook maakt. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!